Dames en heren, mijn naam is Kastjop en welkom terug bij een gloednieuwe video. Vandaag heb ik heel belangrijk nieuws, heel schokkend nieuws. Het is iets waar ik heel lang heb over moeten nadenken, maar ik heb eindelijk de knoop doorgehakt. Ik heb eindelijk een beslissing gemaakt en Kakper FC komt terug. That's motherfucking right, het allerbeste FIFA Ultimate Team is terug in FIFA 21. Je ziet het goed, het staat klaar. Kakper FC, opgericht in januari 2014, dus je ziet het. Ik heb ongelooflijk veel ervaring en ik ga voor de titel. En voilà, er staan een paar pakketjes voor me klaar. Dus hey, met het goudspelerspakket ga ik beginnen. Hopzakkie, eens kijken wat we eruit krijgen, jong. Kom, jong Messi, Ronaldo of Hazard, De Bruyne. Allemaal goed, maar één van die vier moet het wel zijn. Allee, wie gaat eruit de gang? Een Braziliaan. Van Liverpool, ja, ik weet niks over voetbal eigenlijk, dus ik weet niet wie. Ah, Roberto Firmino, ja, die ken ik, ja. Welkom, kom er maar bij, dat is sick, denk ik, hè. Is dit sick? Moet ik nu een gat in de lucht springen? Moet ik mijn stoel omver gooien? Ik weet het niet, die jongen is aan het juichen, volgens mij is dat een sicke speler, of niet? Dat is sick toch, ja. Ah, maar wat, joh, er zitten nog spelers bij, kijk eens, die heeft een hele bende mee. Sick. En hier heb ik gewoon nog een pakketje, dus kom maar op, Jan, kom maar bij papa. De eerste was al goed, dus nu de tweede. Die gaat ook sick zijn. Ik voel het. Kom maar. Sneller. Nee, die is niet sick, hè. Jij kwam te snel in die gang, joh. Je moet meer naar achter blijven, dan zet je een betere speler. Ik heb dat spelken al door, hoor. Ja. Dus nu ben ik niet blij. Maar ziet dus, die heeft ook een ganse bende mee. Kom maar. Nee. Nog niet uitkomen. Nee, dat is weer te vroeg, hè, jong. Oenwaai, Simon. Ken ik zelfs niet, maar ja, oké. 80, ja, sick denk ik, hè. Dit wordt een goeie, ik voel dat, ik zweer het u, dit is een goeie. Nee, fort, of jawel. Ronaldo, nee, geen Ronaldo, nee, geen Ronaldo. Ah, hier, Renato Sanchez, dat is ook een goeie, toch? Ja. Komt die ook hier dansen? Nee, zo goed is die niet. Ah, als die niet komt dansen, moet ik eigenlijk niet helemaal blij zijn. Oké, ik snap het. Ik ben helemaal mee met de FIFA-wereld. Dan is dit nu mijn allerlaatste pakketje. Ja. Of tenminste, een goudpakketje. Al de rest zijn zo leenspelers, dus ja, die heb je eigenlijk niet. Ja. Maar kom, jong. Veel te vroeg. En die heb ik toch al, jong. Rot toch op, jong. Ik krijg een verjaardagstaart. Oké. Een stadionthema. Wat zijn stadionthema's? Lil Mosey. Wat is dit allemaal, joh? Schurken tegen koningen. Wat is dit allemaal, joh? En wat? Dit t-shirt heb ik gewoon, joh. Check dat, joh. Wow, joh. Dit is gewoon virtual reality. En jawel, nu hebben we alle pakketjes gehad en kunnen we eindelijk beginnen aan onze opstelling. Wat kan ik hier allemaal aan veranderen? Alright, voorlopig gaat dit mijn opstelling zijn. Ik weet het is nog helemaal niet perfect, maar ik ga gewoon hiermee mijn eerste wedstrijd spelen en we zien wel voor de rest. Als je trouwens tips hebt welke spelers ik waar moet zetten of welke ik sowieso moet verkopen en welke ik in de plaats moet kopen, let me know in de comments down below. Alright, let the games begin. Ik waarschuw wel alvast, ik ben niet de beste FIFA-speler. Ik ga wel mijn best doen, maar het wordt een hele uitdaging om überhaupt enkele matchen online te winnen. Ik probeer deze serie ook zo lang mogelijk te maken, maar daarbij heb ik wel jullie hulp nodig. Dus laat alsjeblieft een like achter als je hier meer afleveringen van wilt zien. Want als ik na 5 afleveringen zie dat alle afleveringen bijvoorbeeld onder de 2500 likes zitten, ga ik waarschijnlijk de serie afronden. Dus zolang het boven de 2500 likes is, komen er massaal veel afleveringen, dus let's go. Division Rivals is een weekcompetitie voor alle vaardigheidsniveaus. Speel, stijgen, rang, verdien je beloningen. Neem erop tegen net zo vaardige spelers om vaardigheidspunten en weekscoren te verdienen. Kies je beloningen gebaseerd op je positie aan het einde van elke weekcompetitie. En door wedstrijden te winnen ontvang je Champions kwalificatiepunten die je kan gebruiken om mee te doen aan de Foot Champions Weekend League. Oh joh, ik heb nog nooit. Ik heb nog nooit die Weekend League gehaald. Maar ik ga mijn best doen om dat dit jaar wel eens een keertje te halen. En natuurlijk kom ik meteen tegen een volledig voorbereid team. Teamgeest 100. Oké, ik maak me klaar. Alright, we zijn vertrokken. Ik ben benieuwd of ik eindelijk misschien voor de eerste... Laat me mijn zin toch eens afmaken voordat ik met de hele achterstand kom. Doe eens rustig. Nee, blijf van die bal af. Laat me mijn intro afmaken. Ik wil niet zoals elk jaar mijn allereerste match verliezen. Dankjewel. Oké, we zijn vertrokken. Nee, ik ben meteen weer de bal kwijt. Doe toch eens rustig. Knal die bal weg, jong. Hop, zakje. Let's go. We zijn vertrokken. Nee, slechte pas. Mannetjes. Ik heb te lang geen FIFA gespeeld. Dus rustig. Allee, joh.
Wat een zever! Maar hey, er is nog niks verloren, hè? Alles is nog mogelijk. Renato Sanchez, laat eens zien wat je kunt. Mooie pas, nu naar de buitenkant. Let's go, Hakske! Ja, 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 ja! Opzakkie, afkappen, ja, 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 nu naar... Oh, ja, mooi, 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 mooi. Ja, 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 ja. Zoeken, zoeken, waar een vrij man. Opzakkie, nee, is slecht. Slecht, nog steeds een balbezit. Schot van ver. Veel te hoog, jongen, veel te hoog. Ai, 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 ai. Mayday, mayday, mayday. Problem, problem, big problem. Next problem. Opzakkie, er is Moussa. Goeie verdediger die Moussa of Mouassa of hoe noemt hij, geen idee. Maar hey, nog een probleem. Nog een probleem, Moussa. Let op de verdediging. Wat een zever. Wat een zever, wat een zever, wat een zever. Ja, dit gaat volledig de verkeerde kant op, maar dat was te verwachten. Ah, maar kijk die jongen eens doen. Kijk die jongen eens doen. Dat is toch ongelooflijk? Ben ik nu zo slecht? Oh, oh, pas op, pas op, pas op, pas op. Ja, goed zo. Ah, niet zo goed. Wat is dat? Wat yo? Wat yo, wat yo, wat yo? Wat yo? Hoppla. Alright, ga met die banaan. Ga met die banaan. Ja, 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 ja. Mooie bal, mooie bal, mooie bal. Wow! Ja, 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 ja. Ai, 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 ai. Kom op. Zoek de vrije man. Zoek de vrije man. Ja, 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 ja. Anders was dat mooi geweest. Nee, 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 verdedigers. Kom Jan, kom Jan, kom Jan. Kijk, kijk in het midden, kijk in het midden. Die lopen altijd vrij. Wajo. Ja, wat een zever. Wat een ongelofelijke zever. Kom op, Kagawa. Goed zo. Goed zo. Goed zo. Puertas, ga ervoor, Puertas. Achter u is iemand. Ja, goed gezien, goed gezien. Nog steeds een bal bezit en schieten. Ah, niet goed geschoten. Nog eens schieten. Dat was nog slechter geschoten, jong. Oeh. Hoe zit hij erin? Hoezo zat hij erin? Dat was tegen de wet van fysica. Ja, tot zover mijn eerste helft in FIFA 21. 0-4. Lekker. Echt lekker. Saaie dag op de zaak. Wat saaie dag op de zaak. Scheiße, 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 scheiße. Oh. Dankjewel. Dankjewel, dankjewel. Nu gaan we naar voren, nu gaan we naar voren, nu gaan we naar voren. Geen buitenspel, geen buitenspel. Nee, niks, niet buitenspel. Mooi, perfect. En nu afmaken. Ja! Nee. Allee, joh. Wow. Ja. Lopen Sanchez. Wat? Yes! Nog 9 minuten voor 3 goals te maken, dat gaat lukken, joh. Oh, dat was zuur. Oh! Penalty, nee, 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 nee. Wat penalty, wat penalty. Uw moeder is een penalty. Man, man, man. Wat een... Super safe! Super safe, andere kant op gaan. Kom op, het is nog niet afgelopen. Let's go, boys. We gaan voor de... gelijkspel. Ja! Dat was slecht, joh! Ai, 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 gemiste kans. Kijk, dit was onze laatste kans. Ja, ey, ik kan er ook niks aan doen. Het is 5-2 geworden, maar eigenlijk heb ik in de tweede helft gewonnen. Hè. Was het eigenlijk 2-1 voor mij. Dus ik moest er gewoon even in komen. En nu heb ik eigenlijk een goed gevoel richting de volgende wedstrijd. Allee, het volgende team is ook helemaal voorbereid. Lekker. Oei, ja, 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 ja. Ja, Stuani, zoek uw man, Stuani. Zoek uw man, Kagawa. Kagawa, ja, 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 Kagawa. Oh, Kagawa, Kagawa. Onze topschutter met zijn derde goal nu, nee. Jawel, jawel, met zijn derde goal nu, Kagawa. Ja, lekker.
Gezever. Oeh, lekker. Ja, mooi. Penalty? Hoezo weer penalty? Wat doet die keeper toch altijd met zijn vingers of handen? Hou je poten toch thuis, man. Ja. Kom op, joh. Dit wordt weer een super save. Ik voel het. Alsjeblieft. Buitenspel en dit is slecht. Of toch niet zo slecht? Ja. Ah, wel, kijk, zo kan het ook. Een 5-3 zegen. Lekker. Ronaldo. Dit is de laatste wedstrijd voor Ronaldo als leenspeler. Je snapt wat ik bedoel. Mooie goal. Oh. Gelukkig een flodderschot, want wat een aanloop, joh. Ik dacht, daar gaat een kanon uitkomen, niet normaal, maar het is niks. Nog steeds 0-0, alles onder controle. Denk ik. Maar niet zo zeker, eigenlijk. Jawel, ik ben heel zeker. Op, zeg geen mannetjes. Lopen. Zwaaien met die beentjes naar de buitenkant. Ja, lekker. Mooi gevonden. Puerta, zie u, man. Prachtig. Alleen Sanchez moet het weer helemaal verpesten, hè. Kom, jong Sanchez. Sanchez toch, jong. Je krijgt straks geen centjes. Een ander duw. Chapeau, vriend. Chapeau. Geef ik toe, chapeau. Maar je gaat nu 3 keer dubbel zo hard op je bakjes krijgen. Geloof me. Nu heb je... Wow. Je hebt de beast inside wakker gemaakt, joh. Nu gaat je het zien, joh. Nou, leuk, hè. Mooi. Kom op, mannen. Ga ervoor. Jammer. Ja, ey, al bij al ben ik nog redelijk tevreden met de prestaties van Kakper FC in de eerste 3 wedstrijden. Dus zeker niet onze slechtste seizoenstart ooit. We hebben 1 matchje gewonnen en dat is al goed. Nog 2 te spelen voordat we onze rang weten. En ik ben heel benieuwd. Als je zelf ook benieuwd bent, laat dan zeker een vaste like achter hier beneden. En dan zou ik zeggen, bedankt voor het kijken en tot de volgende. Ciao.